dankjewel ook aan het Design Museum om ons vandaag te willen hosten in deze bijzondere tijden. Zoals gezegd, ik zelf ben oprichter van Guido en de laatste PLV's met een team van 8 mensen om e-ziek te gaan herpositioneren als een movement om jongeren wereldwijd met elkaar in contact te brengen. We zijn het plan Gent Welkom of het plan die we vandaag op tafel leggen, is eigenlijk een uitvloeisel, iets wat we toch gingen doen. Dus eigenlijk is het corona-proof, maar iets wat we wouden samenbrengen, zijn de mensen connecteren op een heel leuke manier. We willen eigenlijk van elke jongere die studeert in Gent, maar bij uitbreiding ook in Brussel of in Kortrijk of in Brugge, maken dat hij ambassadeur wordt van zijn eigen stad. Maar dat die stad veel ruimer gepercipieerd wordt dan alleen de uitgaansbuurt. Dus dat idee om Gent, de mooie binnenstad van Gent, met zijn pracht aan historische gebouwen, architectuur, maar ook aan cultuur, om die zaak te laten ontdekken. En het principe was invite a friend. Dus iemand kent de binnenstad en die zou ook het prachtige Gent kunnen aantonen, kunnen inspireren, kunnen eigenlijk als ambassadeur, als guide kunnen tonen aan zijn vrienden. Dat kon zowel in binnen- en buitenland. Dus het idee was oorspronkelijk ontstaan dat je dus als Gentse student Gent kon tonen aan een buitenlandse vriend. En je mocht die gratis meenemen. Dus het idee van 1 plus 1, invite a friend, is daarom ontstaan. Nu, in volle corona was dat relatief gemakkelijk. Het concept lag er. Het tweede concept, als je een beetje scrolt, Alexander, naar beneden. Het tweede concept is, de mooiste zaken liggen eigenlijk in je backyard. De meeste mensen willen altijd het vliegtuig nemen. Wij zeggen, jongens, het Toscane ligt misschien ook niet zo ver van hier. Als je gaat naar Ypres of je gaat naar de Vlaamse Ardennen, fantastische streek. Dus die combinatie hebben we samengevoegd tot een concept, tot de City Passes. Dus de City Passes is een idee wat we gaan toevoegen op een 20-tal Belgische steden, maar de primeur is voor Gent. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. Dus hoe gaan we dat aanpakken? We hebben in Gent hebben we een rechtstreekse toegang tot 37.000 studenten. Waaronder Ergis. Welkom Ergis. Ergis is trouwens een student die een project opgericht heeft, My Utopia. Dat is een typisch iemand met wie wij als ISIC in contact zijn met de leiders van de studentengemeenschappen. Dus heel veel prezissen, die zijn wij met één. Maar ik zeker niet vergeten, de 7 partners die ik gezegd heb van wij gaan dat project steunen. Dat zijn partners die in de binnenstad leuke aanbiedingen hebben, maar die ook kreunen onder het wegblijven van toeristen. Ze hebben gezegd, oké, we gaan die laten opvangen door studenten, maar niet alleen, we gaan ze een keer laten bezoeken, we gaan die studenten omvormen tot ambassadeurs voor morgen. Dus als de toeristen terugkomen, dan willen we eigenlijk 1000-tal studenten deze ervaring laten meemaken. Natuurlijk, na 30 jaar ervaring met studenten hebben we 1 ding geleerd. Student komt alleen af als er boter bij de vis is. Dus als het iets vaag is, dus vandaar die pas, hebben we gezegd, oké, wat gaat dat concreet inhouden? Als je zegt, vele musea te bezoeken, je krijgt een 1 plus 1, dat is nog niet voldoende. Dus in dat opzicht kunnen we teruggaan naar het concept. Ik stel voor dat we het gewoon live demonstreren. Dus in principe een student die ontvangt van ons een mail. Dus zoals gezegd, 37.000 van de 70.000 hoge schoolstudenten die krijgen deze mail. En die wordt gepersonaliseerd. Dus hier zie je dus de format. En die mail zegt, kijk, wij nodigen u uit om de binnenstad te ontdekken. En de eerste 500 mensen die mogen een student pack gaan halen. Dat hebben zeker, als je dat zet, dan komen er 500 mensen op af. In concreto zal dat het einde van de tour kunnen afgehaald worden als ze gepre-reserveerd hebben. Dus met andere woorden, we gaan maken dat er geen 60 mensen dezelfde tijd komen. Wij zijn zoveel man per dag, per uurblok, dan zal je ook kunnen volgen. Okay. De mail krijgen ze. De meeste mensen hebben of een Guido-gids. Dat is een tamelijk gekend fenomeen in het Gent en in Brussel en in Luik. En een 15.000 studenten hebben ondertussen ook al de EasyCard. Dus die mensen kunnen eigenlijk die pas gratis downloaden. Nog de Guido-gids heeft, nog de EasyC, kan die bestellen. Of hij kan gaan kijken van wat zijn de opties om die te winnen of dergelijke. Voilà. Dat is een beetje in grote lijnen wat we vandaag gemaakt hebben, specifiek naar het Gentse verhaal. Dus als je hierop klikt, dan ga ik Alexander een beetje laten doen. Dus die student zegt, ik ben wel geïnteresseerd. Dan klikt hij. En die komt rechtstreeks op een pagina die vandaag zegt wat je moet doen. Zoals je ziet, het is Engels.
Nederlands, Frans. Normaalwijs was Thomas de Santiago aangekondigd. Hij is een hockeyspeler van de... is de nationale doelman van Argentinië, van de hockey, die onze Belgen geklopt heeft. En die man die gaat het ons ook in Spaans vertellen, met het idee, als je in Latijns-Amerika wil scoren, moet je maakbaar ook de teksten in het Spaans natuurlijk hebt. Voilà. Goed, ik ben student, ik ben ondertussen geïnteresseerd geraakt. Ik wil misschien dat studentpack in eerste instantie, maar wat moet hij doen? Hij gaat dan met eerst een tour moeten doen, want hij gaat dat studentpack pas op het einde van de tour kunnen krijgen. Dus, maar je hebt natuurlijk ook mensen die echt geïnteresseerd zijn, mensen die zeggen, ah, wauw, we willen een stukje Gent ontdekken. Wat hebben we gezegd? City Pass. We moeten starten met het meest leuke manier om Gent te ontdekken is via het water. Ik heb het zelf als student een beetje te laat ontdekt, dat was pas in een derde jaar. Maar als je Gent van op het water ziet, dan word je verliefd. Dat kan niet anders. Dus in dat opzicht is Henk met de rederij en de watertoerist bereid gevonden van, om ook aan de actie deel te nemen. Dan naar hier gedaan, naar de gistingstanks. En dat zijn dubbelwandige gistingstanks. Dan wordt het gelagerd. Hè. Dus, nu zit de tanks vol voor ons winterbier. Dus we hebben een speciale editie gemaakt, winter special. En dat is met... dus daar maken we een speciale editie van. Vanaf maandag wordt dat allemaal afgevuld. En dan gaan we vaten, grote flessen en kleinere flessen produceren en op de markt brengen. Met de nieuwe coronatoestanden hebben we nu ook een webshop waar dat de bestellingen kunnen gebeuren. We hebben ook geschenkverpakkingen die op de webshop staan voor de eindejaarsperiode. Dat we dus ook kunnen aanleveren bij jullie thuis.